Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Call of Duty Black Ops 3 Road to Commander. In deze serie moet ik natuurlijk elk potje uploaden van level 1 tot met 55. We zijn dit met level 27 zoals je kan zien. We spelen een domination potje met mijn fringe. En ik hoop, oh kut camper. En ik hoop dat wij natuurlijk een mooie, briljante, abnormale B-score kunnen gaan neerzetten. Ik pak meteen even die B-vlag, want daar hou ik van. Ik hou wel tijd ervan om potjes te winnen. Dus vandaar dat ik ook altijd de vlaggen pak. En ik krijg er lekker veel XP voor, want voor vlaggen krijg je 200 punten. En we moeten natuurlijk zo snel mogelijk levelen. Dus vlaggen zijn best wel handig in deze serie. Serieus, je nakt me kill, dan ga ik nu gekild worden. Yep, dankjewel teammate, dankjewel. Dankjewel, hè jongen. Nou jongens, als jullie deze serie leuk vinden, dan natuurlijk zoals elkaar te blijven. Als wij weer de 3000 likes op deze aflevering kunnen halen, zou ik dat super, super, super awesome vinden. En we gaan best wel hard op zich met de levels. Alleen, wat mij betreft kan het nog wel wat sneller gaan. En ik heb de counter UAV nu vrijgespeeld. Wat inhoudt dat op het moment dat ik de counter UAV haal. En ik heb de UAV en de counter UAV tegelijk in de lucht hangen. Maar natuurlijk heel, 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 heel veel XP halen. Doordat je het plus 10, plus 10, plus 10 punten krijgt. Dus dat is best wel nice dat we nu die counter UAV hebben. Dus dat is eventjes één mooi... Oh, next teammate. Dat is even één mooi pluspuntje. What the... Ik weet niet wat jij dat doet, vriend, maar dat was volgens mij niet helemaal de bedoeling van jou. Oh, die vieze camper daar, jongen. Zal ik hem proberen te pakken? Ah, oh, wat een noob is dat, jongen. Ik mag dat soort mannetjes echt gewoon niet, hè. Dankjewel. Oké, ik heb dus nu mijn UAV counter UAV. Als ik die beide inroep, dat is leuk aan Call of Duty, krijgt hij het plus 10 punten. Die voor je, maat. En met die plus 10 punten, als mijn teammates een kill maken, twee keer dus plus 20 punten, kan ik natuurlijk lekker snel... Lekker snel mijn streaks halen en lekker snel veel XP halen. Dus dat is altijd wel fijn. Ik hou er wel van, man, van dit soort setupjes. Want je haalt het heel snel. De UAV haal je lekker snel, weet je wel. Counter UAV haal je op zich lekker snel. En zo kan je dus heel snel al je streaks halen. Oftewel natuurlijk ook heel snel... Ah, de levels halen, jongens. Ze zitten gewoon op B, teammates. Kom op, ouwe. Kom op, boys! We moeten dit potje winnen, ja! Met een mooie, abnormale, superieure score. Dat zei ik net. Ze zitten te campen, jongen. Fucking hell, hé. Je hebt soms campers in het potje, maar je hebt soms ook echt gewoon campers in het potje. Je snapt wat ik bedoel. Er zitten er... Oei, nice. Reflex sight unlocked. Er zitten in dit potje volgens mij twee mensen met een sniper rifle die niet echt weten wat een linker knokkel doet. Zie, hij zit er weer, jongen. Ik ga hem opwachten nu ook, jongen. Ik ben helemaal klaar met die vent. Nu al. Het potje is net begonnen. Ik ben nu al klaar met hem. En dat durft hij. Op het moment dat je hem raakt, dan gaat hij poepen, jongen. Ik zweer het je. Op het moment dat je die fan raakt, gaat hij schijten, man. Ik heb nog één kogel. Poink. Ik had er niks aan. Ik heb nog één kogel. Wat moet ik daar nou mee doen, joh? Oké, snel alles inroepen. Ligt hij in de wapen. Oh, Ferro. Thank you. Ik heb natuurlijk nog geen scavenger, dus ik moet het doen met de kogels die ik heb op het moment dat ik span. En dat zijn er niet veel, helaas. Hij zit er nog steeds, hè. Ze gaan nu naar A2. Ze gaan naar A2, teammate. Teammate. Oh! Ik ben dood. Ja, ik raakte hem nog in zijn hoofd, jongen. Dat zag ik aankomen. Ik dacht, ik kan wel reloaden daar al. En dat was een verkeerde timing, man. Sorry. Dat was mijn schuld dat ik daar dood ging. Ik vind het wel jammer dat ik nog geen scavenger heb, als ik eerlijk ben. Dat is wel echt een perk als je, zeg maar, een base score wil halen, gewoon nodig hebt. Fucking scheidcampers! Teammate, ik zweer het je, als je die niet hebt, dankjewel. Oh, die kill, though. Dat was een mooie kill. Dat was serieus een mooie kill. Dat ook. Kom dan. Kom dan als je een man bent. Ik sta je nu op te wachten. Nu zijn de rollen om... Nee, kom je niet. Oké, dan niet. Die Tempest is zo'n fijne specialist, man. Aan het begin zei ik, dat weet ik nog, in de beta... Zei ik vind de Tempest echt een kutwapen. Blablabla, kut specialist. Alleen... Sinds de game is uitgekomen, vind ik de Tempest zo fijn, jongen. Dat wil je echt niet weten. Ik gebruik de Tempest ook gewoon op mijn eigen account. Echt heel vaak. En ik weet niet waarom, maar... Ik ga hem heel veel campen nu. Nu krijg ik hem terug ook. Maar ik vind hem echt gewoon super fijn om te gebruiken. Maar je hebt natuurlijk de Reaper, die is fijn. Je hebt de Annihilator, die is fijn. Je hebt Kinetic Armor, die is fijn. Maar die Tempest... Kijk, soms schiet je iemand ermee af. En dan gaat natuurlijk die stroom om zich heen.
En dan kan je soms nog gewoon een triple kill van een single killetje maken, weet je wel. Daardoor vind ik die tap zo fijn om te gebruiken. Want soms schiet je één iemand, spannen drie mensen naast, krijg je die stroom. En dan haal je alsnog een quad kill of een double kill of wat dan ook. Dus je kan er echt heel veel kills mee oppakken. We staan 32-4 op dit moment met 45 punten. Dus dat is een mooi aantal. 3 caps, 2 defense. We staan ook nog eens voor met 164 punten in domination. Dus we gaan hard. We gaan lekker. We moeten alleen letten op onze ammo. En dan gaat dit goed. Dan gaat dit serieus goed. Ik kan er niks anders op zeggen. We gaan hard. We gaan ik moet het niet te hard zeggen, by the way, want dan gaat het weer fout. We gaan redelijk. Ik ga niet zeggen dat we goed gaan, want altijd als ik, op het moment dat ik zeg dat we goed gaan, dan ga ik dood namelijk. Dus daar moet ik mee kappen. Ik moet gewoon zeggen, we gaan redelijk. In mijn rug kwam er ook... Ik wist het. Ik dacht dat mijn teammates die hadden, maar dat hadden ze niet. Ah, die camper zit er ook weer. Weet je wat ik altijd... Ik heb echt één groot minpunt en één nadeel aan Call of Duty. Maar ik weet dat iemand zit te camp, moet ik hem killen. Maakt me niet uit hoe, maakt me niet uit wat, maakt me niet uit wie het is. Ik moet hem killen. Dankjewel voor de gratis headshot. Dat is altijd welkom, gratis headshot. Kan je weer challenge mee halen, kan je weer sneller levelen. Oké, even aanpakken. Enemy zit op C, dus dan weet je automatisch dat ze hier niet zitten. Ze gaan wel omlopen, dus ik moet heel snel hier naartoe, want ze gaan hier in mijn richting komen. Dankjewel jongens, dankjewel. Ik moet hier weg. Oké, count UAV, UAV weer. Lekker veel punten, hoppatee. Camper zit er ook weer daar, oh. Ze zijn zulke poesie. Maar elke camper is altijd hetzelfde. Elke camper gedraagt zich hetzelfde, zou ik het zo noemen. Op het moment dat ze worden geraakt. En ze weten dat ze dood gaan waarschijnlijk. Rennen ze zo hard weg, jongen. Ik vind dat zo mooi altijd om te zien. Ze zitten nu met 3 man. Zitten ze in schuur. 3 man. Ik heb nog wel 1 kill, though. Dus ik snap campers eigenlijk nooit. Want ze worden 1 keer geraakt, weet je wel. Dan peren ze hem zo snel, jongen. Rennen ze zo snel weg. Dat is echt niet te geloven, gewoon. Tempest erbij. Oh, die was mis, jongen, maar ik heb de kill nog. Dank je. Ah, dat was een kill steal. Luus, ik ziek. Andere kant op. Go, 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 go. Dat was een... Kijk, nu kan ik die kill nog krijgen. Nee, hij loopt erbij weg. Ik schoot heel random de eerste tempest code. Ik dacht, ze zitten er ergens. Dus ik schiet gewoon. Misschien krijg ik een kill, weet je. Het is altijd te proberen. Ik ga wel hard, jongen, dit potje. Zo. Oh, hater deployed. Zo. Oh, kut, snel, want er komt een enemy aan. Woe! Teammate, laat even zien hoe het moet hier, hoor, joh. Dat zou hater. Niet reloaden. Is die dood? Ja, die is dood. Dank je. Thank you. Ik ga niet meer op C af, want teammate zit erop. Dus die vlag ben ik al te laat voor. Die sniper zit er weer. Die camper zit er weer. Die camper zit er weer. Die camper zit er weer. De ballen, jongens. Daar ga ik niet op af. Ik vind het heel leuk. Van mij mag je cam, maar ik ga niet op je af. Ze waren allemaal gestunt door de Guardian, man. Ideaal. Er komt weer één iemand die slim denkt te zijn. Die gaat omlopen. En dat was niet zo slim. Is dit die camper? Oh, KM44. Ik heb een ander wapen nodig, want mijn HVK is bijna leeg. Dus vandaar. Oh, kut, zit er... Zat er één naast me. Count UAV in de lucht. Ik wil erop af. Zal ik gewoon... Fuck it, ik doe het gewoon. We gaan er gewoon op af. Zometeen spannen ze weer bij A, dus ik moet wel even opletten nu. Hebben jullie nou serieus... Jongens, jullie hebben geen enkele kill met mij overgelaten. Kakzooi. Die is één! Nou, wat een poepzooi. Ik gooi wel mijn leiding op A, dan krijg ik misschien nog een kill. Ik kill bijna mezelf, hè. Zag je dat? Holy fuck. Daar killde ik echt bijna mezelf. Maar bijna... Is nog niet helemaal. Oh, kut, achter me. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Ik was naar mijn tempers aan het switchen. Nou, toen zat het pukje erop. Toen was afgelopen. 60-7. 8295 punten. Heel veel XP. 6 capture, 7 defense. En gewonnen met 287. Nou, dat is nog eens een mooie score. Maar we hebben onze scorestreaks goed gehaald. UAV count, UAV de hele tijd gehad. Leidingstrijd ook natuurlijk een paar keer gehad waar we ook nog kills mee hebben gehaald. En 60-7, dat is geen slechte score. We zijn level 28, we zijn 28,5. We hebben nog 9963 XP, oftewel 10.000 XP nodig voor level 29. Dus we gaan hard op dit moment. Dit was gewoon een lekker potje die we vaker moeten krijgen. Kill 30 gaat ook weer omhoog. Score per minute gaat omhoog, want we hebben gewoon 82, bijna 8300 punten. Dus... dit was een mooi potje, man. En de Tempest hebben we ook nog eens even goed gebruikt. Daar ben ik wel blij mee. Dit was, wat je noemt, een goed Road to Commander potje. Niet uitermate goed. Niet bijzonder goed, maar gewoon lekker, weet je. Gewoon bam.
op je beeldscherm. Nee, dat was een mooi potje. We zijn nog tegen Nederlands ook. Dus hallo jongens. Hallo. Ik weet niet of jullie me kennen. Ik weet niet of jullie überhaupt YouTube kijken. Maar hallo. Dat is eens wat ik zeg. Hallo. Nee, we gaan even kijken naar mijn stats op dit moment. Ik ben nu zelf ook wel benieuwd. Dit was sowieso een goed potje met een killdead van 13. Zoiets. Denk ik. Ik weet het zelf niet. Ik moet even kijken. Het staat altijd aan het einde van het potje hier. Welke killdead je had in het potje. We hadden een killdead van... Oh, 8,57. Oh ja, dat klopt ook. Sorry, ik zat verkeerd te kijken. Ja, 8,57 score per minute van 923. Dat is sowieso netjes. En dan moet ik even kijken bij mijn stats. We zijn level 28. We hebben een 3,77 kill death ratio. Ik wil natuurlijk die kill death ratio naar de 4 halen. Dus dat gaat nu op dit moment lekker. Een score per minute van 701. En het aantal kills van 742. We hebben 2 uur, 11 minuten, 27 seconden playingtijd. We zijn al even 28, dus we gaan super snel. Ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze aflevering. Als je hebt genoten, dan kun je het like nog. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.